Het zijn in principe allemaal mannetjes, zeg maar. Veel hebben betaald voetbal gespeeld en veel hier, denk in de ik-vorm. Dus het was toch lastig ook voor de trainer om er een geheel van te maken. Maar ja, zoals je ziet, het is toch goed gegaan. Ja, als ik terugkijk naar hoe, is bijzonder nogmaals. Maar ik denk dat we nu uiteindelijk wel een team hebben gecreëerd dat voor elkaar knokt, maar elkaar ook de waarheid zegt. En ja, dat is mooi om het zo zien hoe het is geworden eigenlijk. Jordi Thijssen ging na 3 jaar Quick Boys door een ruzie met assistent-trainer Dirk Kuyt weg. De gang van zaken zit Jordi nog steeds niet lekker. En dus is dit kampioenschap de ultieme lange neus naar Katwijk. Niet per se naar de club. Wat ik zeg, Quick Boys. Hele mooie club met een hele fantastische achterban. Het is meer naar bepaalde mensen die zich op een bepaalde manier hebben gedragen. En die weten het zelf ook. En die zullen balen. Misschien ook niet. Ik hoop dat Quick Boys natuurlijk ook kampioen wordt. Maar voor mijzelf is dit zeker wel een mooie, geen wraak. Het is gewoon een mooi, noem het karma. Ik heb wel een karma, dus ik vind dit een mooi jaar zo. Met een kampioenschap als kers op de taart. Samen bij een club waar ze zichzelf niet zo snel zagen spelen. Want AFC is niet de gemiddelde amateurvereniging. Vooral heel bijzonder. In het begin denk je van waar ben ik? En nu weet je eigenlijk niet meer beter en voel het zelfs een beetje als thuis. Dus dat ik zeg, het is heel lastig te omschrijven. Je zou het eigenlijk een keer mee moeten maken. Ook wel een club met klasse eigenlijk. Want voor alles hebben we gehad dit jaar met nieuwjaarsdiner en een speciaal. Nog weet ik veel wat voor diner, maar in ieder geval van alles. En het is eigenlijk een soort elite eigenlijk. Zo heb ik het wel meegemaakt eigenlijk. Dus bijzonder.